Leuk. Ja. Editie NL berichtte gisteren over het nieuws dat lesbiennes sneller scheiden dan homo's. En het was meligheid troef daar op de redactie van Editie NL. En ook de reporter van dienst besloot toch nog een klein duit in het zakje te doen. Nee, lesbiennes geloven soms iets te veel in monogamie. Daar hebben veel vrouwen last van. Ja, dan raakt de sleur erin, zeg maar. En dan krijg je beddendood of... Droog het op. Dan, dat, hoe je het wil noemen. Ah, ja, serieus interview. Dat is zo'n woordgrapje. Ik vind het echt van de pot gerukt. Ik denk ook niet dat die lesbische community zich achter die humor kan... scharen. Dan, een fotootje van vandaag. Dit beheerste het hele internet. Kijk goed, wat vind je van deze selfie? Het is een selfie. Gewoon twee normale mensen op de foto, selfietje. Ja. Zie je er iets geks aan? Ja. Ja, zie je iets? Ilse ziet iets. Ja, in het raam zie je het gezicht van die vrouw. Ja, er schrikt hier ook iemand. In het raam zie je, kijk daar, je ziet namelijk haar gezicht. En dat is natuurlijk gek, want zij kijkt naar de camera. Want je ziet ook niet het gezicht van die man. De grote vraag op het internet is nu... Hoe kan dit? Wat is hier aan de hand? Is het iets heel erg engs? Of is het Photoshop? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Of is het een soort spiegel die op een gekke plek staat? Wat denk jij, Humberto? Ik heb geen flauw idee. Ja, is het de duivel? Photoshop zou ik denken. Ja, de duivel wordt ook gezegd inderdaad, ook op internet. En is er ook een kind daarachter, links, en achter die plaat? Maar die staat natuurlijk dan weer in de weerspiegeling van de foto. Dus die zien, het is heel raar. Het zou ook nog een soort rare reflectie van haar hoofddoek kunnen zijn. Die dan misschien, dat is wel gek, want dat lijkt er wel op. Nou, het is heel raar. Zoek het fotootje op en probeer erachter te komen wat het is. Het antwoord kan zitten in zijn bril. De reflectie van zijn bril. Want misschien is aan haar kant een soort spiegel wat weer reflecteert in die deur. Hè? Dus bij haar, zij kijkt zeg maar naar de... whatever. Ja. Oké, dan het volgende verhaal. Dan moeten we heel even 2 weken terug. Toen vertelde Aniek een tragisch liefdesverhaal bij ons. We waren wel op elkaar verliefd. Het is een jongetje uit de buurt en hij heet David. Maar hij heeft het uitgemaakt. Omdat hij een meisje uit mijn buurt... Maar lief, die vond hij leuker. Ja, heel sneu. Maar de story continues. Een weekje later was er ineens goed nieuws. We hebben weer verkering. Maar op school verluisterde hij me. Ik heb het weer uitgemaakt naar lief. Wil je weer verkering? En toen zei hij ja. Ja, zo gaat het dan. Happy end. En om dit verhaal goed af te sluiten, hoe is het nu met Aniek en David? Dit is mijn vriendje. Volgens mij vond hij met lief. We wouden met maat lief. En toen heeft hij met mij uitgemaakt. En toen heeft hij met mijn liefje uitgemaakt. En dan weer met mij aangemaakt. Nou, zij is veel aardiger. En ze heeft soms wel geinig haar. Hij is ook best wel aardig. En grappig. Ja, ook grappig. En ik weet ook niet of wij vaak knuffelen of niet. Want het ligt een beetje aan David. Ik vind het allebei fijn. Dan zien we niet elkaar heel vaak, maar ik vind het wel leuk. Cool. Wat vind je zo cool? Dat we weer samen zijn. Ja, ze zijn weer samen. Gelukkig waar. Files van vandaag. Deze dame doet aan gewicht heffen, maar doet dat op de meest onhandige plek ooit. Oh ja, ik heb gezien. Kijk. Ja, dat was het raam inderdaad. Dan een ongemakkelijk moment voor een vrouw uit Florida. Ze stond op de veranda van haar huis te kijken naar een heel gek hondje in de verte. Heel raar hondje was dat. En toen kwam ineens dat rare hondje eraan rennen. Oh ja. Hondje? Oh my God. Je ziet hem nu. Kijk, daar komt dat hondje aanlopen. Daar in de verte. Kijk, ah. Oh my God. Ah. Ja. Wow. Bleek een nogal zeldzame panter te zijn. Een puma. Ja, een puma. Ja, dit was een soort Florida panter of is zo. Een puma. Is dat hetzelfde? Panfluit, ja. Nee. Oh, nee. Nee. Het is een panter. Nee, het is een panter. Florida panter. Nee, ja, weet ik veel. Het is een panter. Ah, goed, oké. Okay. Katachtig. En Bert, jij hoort wel eens dat je om op te vreten bent, hè? Ik hoor het mensen wel eens zeggen. Ja, toch? Ja, dat horen mensen. Nou ja, het is ook echt zo, ben ik achtergekomen. Er zijn namelijk geheime opnames van jou op de bowlingbaan, dat je op te vreten bent. Ik heb dit 100 keer bekeken vanmiddag. Zo geestig. Goed. Oké, dan het beste antwoord wat je als kind op domme vragen kan geven. Grayson, how old are you? No. Are you 2? No. Then how old are you? Papen. Ja, ik heb ondertussen even mijn administratie gedaan. Het is een puma. Ja.
Oké, goed. Dan Scott Sterling. Ken je Scott Sterling? Heb je daar wel eens van gehoord? Dit is Scott Sterling. Scott Sterling is een man en die deed aan voetbal. Hij was doelman en hij besloot op een gegeven moment zijn voetbalcarrière, die nogal mislukt was, op te geven en zich te gaan richten op volleybal. Een volleybalcarrière. En dit weekend speelde hij zijn eerste wedstrijd. Dat was niet helemaal een succes. Yale and their team captain Scott Sterling. Love that man. Don't we all? Trying desperately to hold them here, or it's all over. Match point for the Tar Heels. Jones preparing for what may be the last serve of his college career. And here we go. Excellent serve. Thompson setting up. Here comes the spike. Yale has to stop this return or else. Oh, deflected! Oh! Right into Scott Sterling's face. And yes! Yale! Turn. And here it comes. Oh, no, Sterling! And North Carolina's wasting no power! Finally push one through Sterling. Brown Sterling! Did you see that? Here comes the spark straight to the man! The man! The legend! His teammates help him to his feet! No! They raise him heavenward! Het is een acteur uiteraard. Hij heet Matt Meese. 2014 had hij een soort gelijke viral. Alleen toen stond hij op doel als doelman. En dan tot slot. De Useless Money Bank Box. Dat is dit ding. Dat is heel leuk. Daar leg je dan een muntje op. En dan komt er een kat uit. En die pakt dan dat muntje. En dan ben je aan het sparen. Hartstikke geinig. Al denkt een van de huisgenoten daar toch heel anders over. Echt, ja.